De ontwikkelingen in onze informatiesamenleving gaan razendsnel. Informatie is altijd en overal beschikbaar. Dat vraagt ook om een andere dienstverlening van de overheid. Maar hoe kan de overheid die ontwikkelingen het hoofd bieden? In de vijfdelige MOOC Dienstverlening in de informatiemaatschappij gaan we samen met King op zoek naar antwoorden. Zo blikken we met Jos Maassen en Wouter Hart vooruit op de toekomst. Kijk nou eens naar 2025. Schets de overheid die er dan is, schets de samenleving die er dan is. En wat hebben we dan nu nodig om daar terecht te komen? Met Bert Mulder en Larissa Zegveld bespreken we prangende dilemma's. We gaan het vandaag hebben over de dilemma's die zijn ontstaan door de veranderende rol van de informatie in de samenleving. En met name ook de rol van de overheid hierbinnen. Ik denk dat het interview waar wij samen in optreden heel kort is. En het toch nog een idee geeft van die nieuwe ontwikkelingen en de urgentie daarvan. Verder kijken we samen met Paulien Pistoor wat er in de gemeente Molenwaard al verbeterd is aan dienstverlening. En wat we nog kunnen leren voor de toekomst. Hey, goedemorgen, dat is leuk. Mijn pakketje. Lekker zo snel. Dat zou de overheid eigenlijk ook moeten doen. En we gaan op bezoek bij Peerby om te kijken wat we kunnen leren van het bedrijfsleven en de deeleconomie. Mensen vinden het heel leuk om elkaar te helpen. En als we ons met elkaar verbinden, is er meer dan genoeg. Benieuwd geworden? Meld je dan gratis aan op omook.nl en volg vanaf 7 maart de MOOC Dienstverlening in de informatiemaatschappij. Laat je inspireren.